Zoals elke week doen we dat ook vandaag weer met onze eigen showbiz-verslaggever Ab Blauw van Elite Glossy. Ab, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Heel goedemiddag. Het nieuws, ja. We beginnen met ontroerend nieuws, ook wel tussen haakjes mooi nieuws, hè? Ja, het is zeker ontroerend, heel emotioneel. Gisteren in Theater De Vest in Alkmaar stond Sauwtje Hoijmeijer weer op het toneel. En het publiek die keek daar van op uiteraard natuurlijk. En natuurlijk ook een mooi moment. Ja. Want ze hebben gezegd, ze laat zich dat toch niet door die rotziekte afnemen. En ze wil toch nog doorgaan. Een tijdje geleden heeft ze al in een brief aangekondigd dat ze ermee zou stoppen. Ze hebben het werk ook neergelegd. Maar ja, goed, ze kan het toch niet laten. Ze wil toch weer het toneel op. En nogmaals, die rotziekte die gaat haar niet tegenhouden. En ze blijft toch op het toneel staan. Dan moeten we niet gaan denken dat ze elke avond erop gaat staan. Maar in ieder geval, er zal nog zeker deze maanden nog een paar keer te zien zijn. Ja. En volgende maand dan wordt My Fair Lady wordt afgesloten in Theater Carré. En dan zal zij er ook zeker bij willen zijn. Ja, dat zit in de laatste voorstellingen natuurlijk ook, hè, My Fair Lady. En Hans Cornelis heeft ook gezegd dat hij het zeer bewonderenswaardig vindt dat ze zegt van, joh, weet je, ik krijg me niet van het toneel af. Ik ga gewoon door. Mooi, ja. Ja, het is geweldig. Het is geweldig iedereen weet wat er allemaal is met haar. Hè. Ze is eierstokkanker ontdekt bij haar. Ja. En ze besluit af te zien van verdere behandeling. Ja. Dus, toch weer het toneel op. En, als ze dan heeft afgesloten in Carré, dan wil ze dan toch nog met het hele gezin een kort weekendje naar Italië. Dat zal ook ontzettend zwaar zijn voor haar. Want zo'n reis, dat gaat ook niet in je koude kleren zitten natuurlijk. Dus dat wil ze ook nog gaan doen. Dus ze heeft nog heel wat plannen. Nou, we hopen dat ze dan gewoon genoeg tijd heeft, zodat ze alle dingen die ze wil doen, dat ze die ook nog kan doen. Dat zou wel fijn zijn. Ja, nou, dat hopen we ook wel allemaal, zeker. Ja. Ander nieuws dan? Dat Voetbal Insight. We weten dat het van de zomer of na de zomer gaat het naar Talpa, naar John de Mol. Ja. Maar ze hebben toch nog ze gaan er toch nog even mee door op RTL. Het Nederlands elftal die heeft zich niet geplaatst tijdens de WK. Maar de heren die willen daar toch tijdens de zomermaanden nog een programma gaan maken. Afgelopen vrijdag hebben ze met RTL-topman Matthijs Scholten een ideeën gemaakt om toch nog even door te gaan tot augustus. Mm-hmm. Want hun contracten die lopen ook tot augustus. Yeah. En dan zullen ze komen met een nieuw format. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp. Dus die gaan gewoon deze zomer door bij RTL 7. Alleen in augustus of september, wanneer de voetbalcompetitie weer begint, daar zullen ze te zien bij Veronica. Ja. Maar goed, het is toch nog even leuk dat ze, en zeker bij Rusland, bij het WK, daar zullen ze bij zijn en zullen ze ook hun commentaar nog geven. Ja, John de Mol die is flink bezig. Vorige week reed ik langs het grote pand, of de panden, van SBS in Amsterdam. Ik wilde het jou ook zeggen, want ik zag grote letters geplakt worden. Ja. Talpa Network op de SBS ramen. SBS is er vanaf. SBS is er allemaal af. En toen ik er langs reed, het werd er net opgeplakt. Ja, toen hadden wij ook wel het vermoeden dat SBS binnenkort een naamsverandering zou ondergaan en dat het Talpa TV gaat heten. Ja, dat zit er dik in. Dus okay. We hebben toch over SBS en Talpa. De kijkcijfers gaan toch niet zo echt lekker, hoor. Nee. We hebben afgelopen zaterdag de nieuwe show gezien van Winston Kastanowicz. De Wall. Ja. En iedereen. Het heeft maar een kleine 900.000 kijkers opgeleverd. En dat is toch niet voldoende voor zo'n avond. Nee. En het zijn typische SBS-kijkers, aantallen. We hebben het al eerder over gehad. En de Wall, ik heb het al gezien in andere landen ook. Waaronder Duitsland is het erg populair. Maar het doet mij weer een beetje denken aan de weekendquiz. De cavia's van Fred Oster. Weet je nog? André van Duin of Mies Bouwman. Dat muziekje erachter. En
Precies, ja. En dan gingen ze richting 10.000. En 10 centimeter ervoor kropen ze toch dat nulhokje in. Dus dat, ja. Dat deed me een beetje aan denken. En ja, goed. Nog steeds, het marktaandeel was 13,9%. Mm-hmm. Dat is weliswaar 49% boven het laatste weekgemiddelde van SBS 6. Maar nogmaals, 890.000 kijkers. Het is niet voldoende voor zo'n zender. Het zijn ook nog wel eens een keertje cijfers waar Irene Moors alleen nog maar van kan dromen. Maar dat doet ze dan ook wel, maar niet met die kijkcijfers. Nou ja, goed, 207.000 kijkers naar Bed met Irene. Ja, goed, dat is natuurlijk ook niet een trekker eigenlijk. Het gaat allemaal niet goed. We hebben Irene Moors ook gezien met de toppers, hè, dat programma. Het is allemaal niet wat het moet zijn eigenlijk. Nee, ik denk dat de meeste mensen allemaal bed waren, maar niet met Irene. Ja, ze hadden met toppers gezocht, geloof ik, zaterdag slechts 383.000 kijkers. Ja goed, op primetime is dat te weinig. Dus ik denk dat we deze programma's... ik denk dat ze ook weer gauw van de beeldbuis gehaald zullen worden. Ja. Van Winston zal dat niet het geval zijn. Die gaat zeker door. Want misschien moet het programma nog een beetje groeien. Daar zit wel potentie in, vind ik. Ja, dat klopt wel. Ja. Er zit wel potentie in. Ik trouwens weet wel. In het buitenland... Ja? Ja, in het buitenland loopt het wel redelijk goed. Oh, oké. Ik vond trouwens wel bij toppers gezocht dat ze wel de beste topper hebben gevonden van alle kandidaten. Ja, dat klopt. Maar ik vind ook, het is een vrouw. Dat vind ik ook wel op zich al dat het een dame is geworden. Want als nou vijf van die meneren op dat toneel staan, wordt het ook een beetje saai. Dus ik ben blij dat zij het is geworden, hoor. Dus ja, het haalt het beeld om naar te kijken. En ze was goed. Ja, heel goed, ja. Absoluut. Ja, zeker weten. En ze was ik hartstikke tijd goed. Trouwens, met vrouw. Ja, daarom. Ze was hartstikke goed. Esmee Smit uit Assen is de vijfde topper. Ze mag weliswaar een hele met niet meezingen met de mannen. Nou, hoe leuk is dat? Hè? Toch? Goed. En dat was het weer voor deze week, Ab. Ja, dit was het. Goed zo. Spreken we jou volgende week weer. Dankjewel. Dag. Dag.